gefeliciteerd met je verjaardag trouwens nu. Op. Hey kijkers van Mike en al dit Sturms, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Skywars! Ik kan een hele goede impressie van je doen. Oké, jij welkom bij een nieuwe! Klinkt echt als een olifant dan, ouwe. Nou, jezus joh, wie gaat Ronald eruit schrijven voor de volgende aflevering? Wat een lul ook, hè. In plaats van dat hij aardig doet, gaat hij gewoon meteen zo doen. Grap. Tjongejonge. Ik heb Pismo 3. Ik heb OP gedaan. Ja, woe. Daar hadden we allemaal zoveel zin in. Hey. Ik had daar best wel veel zin in. Ja, jij inderdaad. Hoor je wat je zegt? Wat zeg je nou, hè? Ik heb iemand vermoord. Wat zeg je nou net? Wie had er zin in? Iedereen. Nee. Wie zei je nou net? Welke naam noemde je? Vincent. Hij zei tegen mij zo van, yo, zullen we OP doen? Zei ik zo, sure, why not? Dat heb ik nooit gezegd. Heb je bewijs? Hey? Ja, nu heb ik iemand dood. Maar heb je bewijs? Ja, dat is jouw schuld. Nu is iemand dood. Door mij. Jouw schuld. Ja, maar mijn vraag is, heb je bewijs dat je dat zei? Ja, ik heb alles opgenomen. Oh. Oh my god. Ik ben bij... Oh, iemand is bij je volgens mij. Ik ga hem killen, oké? Iemand is bij me? Volgens mij ben je... Oh nee, ik dacht dat jij dat was. Weet je wel waar ik zit? Zeg je? Weet je wel waar ik zit? Ik heb iemand gekild. Zeg ze dat ze... Ronald, kom me redden. Ja, ik ben de hele tijd hier aan het vechten. Ik zit ingesloten. Godverdomme. Oh, excuus. Ben je dood? Excuus voor mijn taalgebruik. Het was niet de bedoeling. Ik kan er niet tegen als ik snel dood ga. En daarom ben dood? Daarom ben ik bij deze therapie. Ben je in therapie? Ja. Bij wie? Dan moet jij zeggen, hallo Ronald. Hallo Ronald. Verder ben ik een alcoholist volgens de meeste mensen. Ja, dat wist ik wel. Maar dat is helemaal niet waar. Ja, dat is wel waar, maar dat wisten we allemaal al. Hoezo? Leg ze uit. Ronald, kijk wat ik aan het doen ben. Oh, oh shit. Oh, 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 oh. Kijk mijn parcours across the map. Oh my god, er zit echt zoveel gaten in dit ding. Op het midden. En overheen. Oh nee, meen je dat serieus? Je hebt het zo goed. Zie Vincent gaan. Zijn naam is Vincent. 1. En de pul. 1. Fuck! Hij is gewoon. You got all. Ja, dat was echt een beetje jammer. Oké, op naar het volgende potje! Oké, Ronald, ben je er klaar voor? Ik ben Ronald, ik ben Mickey! Ik zou er eentje op je neus, Mickey. Oh, joh, maar, dat is erg. Waarom zo agressief? Vincent, haha, doe niet zo goofy. Je zegt alleen maar haha. Ja. Mickey zegt niet alleen maar haha. Wat doet zegt hij meer? Hey, kom eens even hier bij mij. Ik heb lekkere watjes voor je. Goh, wat gebeurde hier? Ronald, schiet nou op. Kom me helpen. Kijk in de chat. Ik weet niet wat hier gebeurde. Mijn ship werkte niet. Nou, Vincent, bij je steun heb je. Zijn naam is Vincent. Hij is heel pro. Hij kreeg van mij een cadeau. Want hij is vandaag doei. Jarig. Gefeliciteerd met je verjaardag trouwens nu. Op. Wat gebeurde? Ja, weet ik ook niet. Ik dacht, ik kan het wel halen, maar ik redde het niet. Een beetje dom van me. Oh, oké. Ronald, naar het volgende potje. Ronald, wil jij een snoepje? Nee, ik zit er niet aan. Yo. Ik heb de eerste kill al. Spijt me. Oh Vincent, vandaag ben jij jarig. Hier een cadeautje van mij. Oh, dat is lief. Ja, hoeveel jaar ben je van nu geworden? Ik ben alweer 23. Jij bent echt oud, ouwe. Hoe oud ben jij dan? 18. Jij bent echt oud, jongen. Ik ben bijna... Oh, wat? Ik ben bijna 19. Jij bent echt oud. Shit, ik zag hem kijken en met dat ik op escape wil drukken, druk ik nog een keer op E. Oh my god. Dit is wat jij bent? Ja, goed. Te goed voor dit hele spel. Nee, een grapje. Oké. Oh my god. Ik ga naar een ander eiland. Ik ga vanaf beneden, zie je dat? Ja, maar die beide eilanden zijn leeggeroofd. En die gast die mij killde, die heeft zich ingebouwd als een pussy motherfucker en noemt zich Mr. Assassino. Mr. Assassino? Ja, waarom kan hij niet neerzetten? Mr. Pusserino. Mr. Pusserino. Oh, en daarnaast heeft iemand een hele bunker gebouwd. En die heeft één heel klein spiekgaatje. Oh my god. Dat is zo lame, hè? Dit is toch echt wel het toppunt van sneus zijn? Nee, dat is echt alleen maar bij OP. Echt, hè? En ik heb gewoon alles netjes open. Ja, hier, daar. Dat is meneer Pusserino. Dat deed hij ook bij mij. Ging hij hier zo shiften achter een steen en denk ik van yeah!
Ik ben cool. Free run. Ga gewoon die andere kant langs. Snel. Ga terug naar je eiland. Dan kan je iemand eraf schieten. Dit is mijn eiland. Ja, ga omhoog. Ik heb, hij komt hier naartoe, hoor. Ja, dat zeg ik na 3 keer. Och. Oh my god. Oké, dat bedoel ik dus, mensen. Dit bedoel ik dus dat OP gewoon poep is. Echt serieus, dit maakt OP echt poep. Ja. Ronald wou springen en die wou hem killen. Dat wou Ronald zeggen, sorry. Ik val hem in de reden. Ja, maar na die boom. Sorry, het spijt me. Maar mensen, OP is echt gewoon zuigd helemaal. Dus op naar het volgende potje! Oké, Ronald. Ja? Ondanks dat we het vorige potje met OP hadden verloren, kiezen we natuurlijk weer gewoon voor OP. Ja, maar dit is een OP-map, vind ik. Ja, Pokémon heeft wel heel veel weg van OP, mee eens. Ja. Maar Pokémon is ook OP. Weet je hoe cool Pokémon is? Weet je hoe ver ik in de serie al ben? Echt? Ja, nou, eerste seizoen. In een maand tijd heb ik 50 afleveringen gekeken. Goed gedaan. En YouTube-video's maken? Nee, heb ik laten liggen, man. Pokémon gaat voor. Lol, die springt er gewoon af. Ja, sommigen gaan altijd YOLO. Zo van, I hate my life. I hate my life, it's now or never. Dood. Ronald, die wilde niet voor altijd leven. Ik zit op iemand eieren te gooien. Voel mijn ei. Word wel blij, want Ronald schiet op jou en mij. Oh, ik haat OP. Ik vind het echt zo stom, hè, dat Frans Bauer nog steeds niet op ons heeft gereageerd. Dat is echt... Zullen we nu gewoon nog even laten spammen? We gaan zijn zoontje spammen. Die man die gaat toch nooit op ons reageren. Hoe graag we dat ook willen. Hij wil gewoon geld. Commercieel. Frans Bauer. Oh my god. Ik weet dat er heel veel mensen zijn. Maar waarom wil jij geen parodie zingen met Ronald en mij? Dat zou wel heel cool zijn trouwens, hè? Wij zijn een top duo. Heb je even parodie maken? Misschien had nog wel meer hits. Diamonds voor mij. Misschien had nog wel meer hits dan al zijn nummers bij elkaar. Oh, snap. Hij heeft ook niet meer de shit, toch? Welke shit heeft hij dan? Ja, hij was vroeger de shit. Ja. Net zoals Jan Smit. Dat was ook de shit. Ja, dat is waar. Nu is het Ronnie Flex Leeuw Kleine. Ja, want ik heb drank en drugs. Als je bitch wilt chillen, is geen probleem. Dan ga ik erheen. Weet jij die muziek echt leuk? Nee. Ik snap ook niet waarom het in de Nederlandse op nummer 1 staat. Nou, dat komt omdat hij juist mensen moeten medelijden tonen. Omdat hij een vuist in zijn gezicht heeft gekregen. Ja, die was echt hard, hè? Holy damn. Oh, arme man. Ja, die was echt hard. Ik ben echt een sadistische klauwzak. Ik hou van iemand die een map krijgt. Nou. Ja, die klap was best hard. Ja. Dat was wel sneu, hoor. Ja, komt door ik denk dat die gast drank en drugs wou, joh. Ja, hij wilde drank en drugs. Ik snap die dude niet. Ik ben hem aan het helpen. Wat het eerste wat hij gaat doen is op mij schieten. Hij wil drank en drugs. Want hij wil chillen en komt niet alleen. Hij wil graag drank en drugs om zich heen. Maak hem af, Vincent. Oh my god. En die gast die hem van achter moest pakken, die springt dood. Kijk dan, deze dude is alleen maar verstoppertje aan het doen. Wat heeft dit met Skywars te maken? Dit is Hunger Games. En hij gaat schieten zo. Ja, en... Hij komt. Oh shit, hij wil drank en drugs. Drank. Waar is die? Waar is die? Hij is weer in zijn kasteeltje. Oh, ik haat zulke rondes, echt, hè? Ja. Hij bouwt zich nu volledig in. Oh, je gaat het laten afvikken. Tuurlijk. Smart. Als hij het zo wil, kan hij het zo krijgen. Dan ga ik hem gewoon van boven tot aan beneden helemaal in de fik zetten. Als dat vuur even begint te laaien... Waarom begint het spul niet te branden? Geen idee. Dat was op Mephidus. Hier niet waarschijnlijk. Nee, hier moet ook vuur fikken. Nou, dat doet hij niet. Jawel, het moet. Hij gaat naar de Pokémon. Ik zeg hem, hij fikt niet af. Ja, dat is raar. Dat ding moet fikken. Ik ga kijken of er nog meer mensen komen. Letterlijk iedereen zit in zijn bunker. Vincent, eerlijk gevecht zonder bow, oké? Oh ja. Ja, daarom verstop ik me ook boven in mijn toren en bouw ik 4 keer omhoog. Ronald, het begint te branden. Ik zei het toch? Ja, ja, ja. Oh ja, oké, ga gewoon even doorschieten. Of doe gewoon rustig aan, gewoon wat in de chat typen. Dat hij niet dat vuur hoort aan ziet komen. Een drank. En drugs. En de Pokémon steek in de fik. Waarom steek je die Pokémon in de fik? Oh, het vuur raakt hem al. Ja, het vuur gaat hem raken. Sterf, poesie. Doei. Ja, ja. Oh, hij heeft het overleefd. Hij staat in de fik. Ja. Doei. Wow, no one can defeat us.
Waarom steek je die Pokémon in de fik? Die was cool in deze aflevering. Volgens mij de aflevering 40. Diklett, ga niet dood. Oké, nee. Hij zegt, weet je wat hij zegt? Cutfight. Cutfight. Wie verstopt zich dan? Hij. Ja, en met drank en drugs. Hij wou graag spelen, maar kon het niet alleen. Hij stopte zich in een toren en was alleen. Want hij had drank. En drugs. Hij had drank en drugs. Hij durfde niet naar beneden te komen toen hij dat deed, ging hij keihard dood. Ben ik de enige die zich gewoon zorgen maakt over de Nederlandse muzieksmaak? Het moet alleen maar over drank en drugs gaan de afgelopen tijd. Yep. Zoals, geef mij maar een YouTube of een Linkin Park. Gewoon een beetje dat oldschool voor... So, Robbie Williams was ook cool. Robbie Williams maakte goede muziek. Dat Candy nummer was ook leuk. Hey, ja, maar jongens, die zat ook aan drank en drugs. Yep. Ja, hij is zwaar alcoholist geweest. Ja, maar dat vind ik het jammer altijd van die sterren die eenmaal een beetje bekend worden, die gaan allemaal aan de drank. En drugs. Omdat ze het niet kunnen handelen. Kijk naar die Justin Bieber geval. En dan nu in één keer moet hij weer helemaal de good guy zijn. Ja, flikker lekker op. Ja, omdat hij de roast heeft gedaan. Ja, boeien. Ja, nee, dat is voor mij in Amerika een soort van excuus voor hun gedrag. Ah ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Helemaal mee eens. Want dan mag je inderdaad aan de drank en de drugs. Ja, die Ronnie Flex vind ik een apart figuur. En dan ook nog de zin. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Wat? Ja, dat zingen ze, hè. Waarom? Ik snap dat niet. Ja, ik ook niet. Maar blijkbaar willen ze aan de drank en de drugs. Oh my god, nog zo'n pussy daarin. Weet je welke echt een zomerhit is? Nou? We brengen de wortels naar Kingdom Board. Oh god. Of we kochten laatst een pizza bij de Pizza Hut. We moesten wachten tot die klaar was en dat is heel erg kut. Na een uurtje wachten was hij dan klaar, pizza banaan. Er zit iemand daar beneden en iemand daarboven. Hij is beneden en boven. Oh my god. Is die dood? Kill hem nog? Nee. Hij heeft gewoon een pussytoren weer gemaakt. Hij leeft nog? Misschien kill je hem? Nee, hij heeft overleefd. Ze bouwen ook gewoon echt pussytorens aan. Dat is... Oh. Dat is OP. Nou, I know. Ik snap OP. Ik ken OP. Alleen, dit slaat echt alles. Hey, ken jij OP? Oh la la le, bunkertjes bouwen. Van niemand meer houden. Drank en drugs alale. Oh my god. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Skywars. Vond je het leuk? Vergeet niet op een duimpje omhoog te drukken. Vergeet niet te abonneren op het gameportaal. Mijn kanaal, dit stream. Laten we meer dan 2000 likes halen. Dat zou super awesome zijn voor deze pussies. En vooral voor, hoe heet die nou? Beware the Razor. Dus, Jongens, blijf van de drank en drugs af. Ja, inderdaad. Blijf er vanaf. Zien we jullie graag de volgende keer, mensen. Tot de volgende keer. En ciao. Dag.